In de Diamantbeurs in Amsterdam wordt een tentoonstelling gehouden die niet alleen in ons land, maar in de hele wereld de aandacht trekt. Een diamanttentoonstelling onder de naam Amsterdam Diamantstad. Een cordon politieagenten buiten de muren en een leger rechercheurs binnen waakt dag en nacht over de rijkdommen die hier te pronk liggen. Ruwe diamant van zeer onregelmatige vorm wordt eerst gekloopt. In de steen wordt daartoe een kerf gemaakt waarin een mes geplaatst wordt. Een tik met een hamer doet de steen volgens de groeirichting splijten. Meer regelmatig gevormde diamant wordt bij voorkeur in stukken gezaagd. Een fosforbronzen schijfje dat met diamantpoeder geprepareerd is, zaagt zich op de gewenste plaats door de steen heen. Hierna volgt het zogenaamde snijden. Met behulp van een andere diamant wordt de steen een ronde vorm gegeven. Ten slotte komt dan het slijpen. De slijper houdt de steen tegen een snel roterende gietijzeren plaat die weer met diamantpoeder geprepareerd is. Daar diamant de hardste grondstof is, kan hij alleen met diamant bewerkt worden. De ronde steen krijgt nu zijn 58 facetten die hem doen schitteren. Beroemde diamanten zijn op de tentoonstelling te zien. Zoals de Victory diamant die ongeveer 2 miljoen gulden waard is. Vele firma's tonen hun diamanten op originele wijze. Hier draait voor een waarde van 200.000 gulden. En de diamanten waarmee deze vogel pronkt vertegenwoordigen ook een aardig jaarsalaris. Dit is het kostbaarste wapen dat ooit vervaardigd werd. Ja, Amsterdam is in deze dagen meer dan ooit diamantstad.